Welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag gaan we weer verder met wat Battle Royale. En zoals je kan zien starten wij op de racetrack. Waarom? I don't know. Nou, ik zie al gelijk wel wat rook. Oeh, wij zijn niet de enige hier, hoor. Hij zal het ook zien. En ik weet niet eens of ik daarbij kan. Ik kan hier volgens mij niet erheen. Kan ik hier langs? Ah, hier kan ik wel erheen. Ah, hier kunnen we wel erheen. Het lijkt hier aardig rustig. Je zou zeggen dat hier wel wat druk is. Oh, oké. Oké, dude. Level 8 en het is een GTR. I mean, hell yeah. En gelijk iemand anders voor ons, die we ook heel snel gaan uitdagen. Ik geloof niet dat hij heeft gezien wat deze auto was. Dus met een klein beetje geluk doet hij ons nou een beetje onderschatten. Van, level 3, 4 maybe. Nah, fam. Level 8 GTR. Het eerste wat we zien. Ook de enige drop die we hier hadden. Dat is wel funny. Al moet ik zeggen dat deze makker ook niet heel traag lijkt. Hij is behoorlijk snel. Maar deze auto is zo fijn, jongen. Kom maar. Godsamme. Ja, ratje dat je bent. Ik wil op zijn minst gewoon kunnen zien wat hij heeft. En hij gaat sowieso die andere persoon uitdagen. Dat is gewoon een level 1 auto, gek. Hoezo is hij zo snel met die level 1? Na. Oh. What the hell is hier gaande? Kan ik hier naar... Ik weet niet of ik hier naar rechts kan. Ik vertrouw deze baan niet. Kan ik hier gewoon door? Ja, oké. We hebben vaker gehad dat we vast zaten op die racetrack. Omdat er van die muren zijn die niet omver kan rijden. Maar het fijne aan deze auto is dat hij gewoon goed is op alle terreinen. Dit is een van de beste all-around auto's. Hij is al geliefd. Hatsiki day. Hoef ineens door te rijden. Onze presence is al voldoende om mensen bang te maken. Ik ga gewoon alles pakken wat we nou krijgen. Ik denk dat het niet de beste play is. Maar het feit dat we gelijk level 8 auto krijgen. Om het dan toch nog een beetje interessant te houden. Pak ik gewoon alles wat we krijgen. Ik bedoel trouwens geen drops, hè. Ik bedoel, als ik mensen versla. Dan pak ik weer een nieuwe auto. Het is niet zo van, ik zie een level 3 auto, ik pak een level 3. Hell no. Kunnen we binnenkort weer doen. Is altijd wel een leuke challenge, een van mijn favorieten. Maar met dit soort auto's gaan we dat niet doen. Ik vind het raar dat ik niet sneller uitloop dan dit eigenlijk. We hebben niet te klagen. Dit ding is ook zo fijn, jongen. Deze auto voelt een beetje hetzelfde als de GTR. Snelle acceleratie, goede topspeed. Maar gewoon allround een hele fijne auto mee rond te rijden. Of je nou off-road gaat of niet. Oh. Hij is inmiddels al zo ver weg dat ik hem niet eens meer kan zien. Hey, level 10 baby. Dit is volgens mij een van de snelste level 10's die ik ben geworden. De match is net begonnen, man. Holy moly. Nou, we krijgen het ding wat we laatst hadden. Die is ook fantastisch, dit ding. Hier hadden wij mee gewonnen, volgens mij. Ja, ik ga gewoon iedereen uitdagen die we zien. Ik weet bijna zeker dat ik me zo meteen ga naaien. Dat kan naast niet anders. Het kan niet zijn dat ik ze allemaal ga winnen, al die races. Maar het is gewoon zonde om geen gebruik te maken van deze auto's. Om hier ergens een beetje een hoekje te gaan lopen verstoppen is een beetje flauwekul. Waar gaan we heen? Shit. Draai gewoon een pirouette, yay! We hebben in ieder geval nou al 3 fantastische auto's op rij gehad. Deze is ook zo nice, jongen. Ik kan me herinneren dat ik een video heb gemaakt waarbij ik dit de beste auto in Battle Royale noemde. En dat is omdat het gewoon... Hij is snel, maar hij is zo goed off-road. En dat is wat je voornamelijk doet bij deze mode. Je bent off-road bezig. Je hebt die andere buggy. Die is super snel, maar die rijdt voor geen meter. En dat is dan weer een flinke afknapper natuurlijk. Hij moet wel een beetje fijn zijn. Moet zo meteen naar links. Alsof voor al die stenen hier. Kan hij ook niet even leven, jongen. We gaan maar kijken of we vandaag 10 man kunnen verslaan. Misschien is dat de doelstelling voor vandaag. 10 man verslaan. Pas op hier voor die stenen. Die ik niet zie. Yes! Nummer 3. We gaan gewoon mensen speedrunnen. You have beaten your opponent.
En we krijgen een Lamborghini Centenario. Hey, dit is wat ik dan een beetje een lastige auto vind. Hij is fantastisch, maar deze is niet zo nice off-road. Overal is die andere auto dus een betere keuze. Zou ik zeggen. Misschien dat jullie er anders over denken. Laat maar achter in de comments. Maar wij moeten weer terug naar de mensen. Zij vallen ook best wel snel af nou. Nog maar 27 mensen over. We begonnen volgens mij met 45 of zo. Ze gaat ook best wel hard. Arena shrinking. Twee mensen hier. Zitten achter elkaar aan. Een beetje oppassen hier. Dit is niet de leukste plek om te beginnen. En wat is die witte auto? Die andere auto's hebben elkaar uitgedaagd. Wat was die witte auto? We kunnen het zien. Het leek van een afstandje op een Civic. Maar die zit niet in deze game. Volgens mij is dat die Maserati. Ja, ja, ja. Dat is die Maserati. Yup. Ik weet niet waarom. Ik zag er een Civic in van achter. En we moeten trouwens draaien. Alle mensen zitten achter mij. Ik zei net dat ik 10 man wilde verslaan. Dat gaat het nou al niet meer worden. Want ik kan maar geen mensen vinden. En zij krijgen ook steeds hogere levels. In het begin dan heb ik zo'n voordeel. Ik had ook al geluk mee dat we gelijk al mensen konden vinden. Maar nu vind ik niemand meer. Dus we moeten geluk hebben als we hier nog 2 mensen kunnen verslaan. Waarschijnlijk. Want er nog maar 22 mensen over. Dat is niet veel meer. Iedereen die ik tegen ben gekomen sindsdien zit in een race. Hallo? Er zit iemand helemaal lonely hier in het hoekie. Wat zal die hebben? Moet zo meteen ook omdraaien. Oké, die zit niet in een race. Perfect. Ik moet mijn auto draaien. Come on! Kom hier, makker! Ik hoop niet dat hij zijn speakers aan heeft staan. Dan hoort hij mijn auto misschien niet. Maar als ik hem kan uitdagen, dan is dit misschien een easy win. Dit is weer zo'n Maserati als net. Dezelfde auto volgens mij. Hij rijdt in ieder geval al de juiste kant op. Wat een beetje jammer is. Come on, come on, come on. 3, 2, 1. Godsamme, ik kon toeteren. Yes! Ik kan niet uitdagen. Oh, nou wel. We moeten sowieso deze kant op. Dat is duidelijk. 200 meters. We moeten eigenlijk hier die dragstrip op. Kunnen we lekker doorrijden. Want dit is wat ik net al zei. Dat off-roaden vind je niet heel fijn. Maar dit gedeelte, jongen. Ha. 1,5 kilometer. Gewoon lekker over de snelweg heen. Ik zou kunnen afsnijden. Die risico's gaan wij niet nemen. Er is niks wat hier fout kan gaan nou. Ik zie nog 2 andere mensen links van mij. Met een klein beetje geluk kan ik die ook gelijk uitdagen. Oh. Ah, ik moet naar links. Of naar rechts bedoel ik. Even draaien. Boom shakalaka. Waiting for results. Wat krijgen we nou? Hopelijk iets nice. Dit is de buggy waar ik het eerder over had. Dit ding is snel, maar rijdt voor geen meter. Dit kan nog een probleem opleveren. Ik zag in ieder geval iemand die rechts net, die niet in een race zat. Kijk hoe ver ik vlieg. Ah! Er waren hier 2 mensen die niet in een race zaten. Waarschijnlijk hebben ze elkaar inmiddels uitgedaagd. Oh, iemand achter mij. En maar naar deze kant op moeten. Yes. Hij kwam zo mooi op mijn afrijding. Oké, weet je wat? Ik wacht wel eventjes. Ah, ik kan niet sturen mijn ding. Ah! Burp. Ja, dit is bijzonder dichtbij. Easy W. Ik zat er zo mooi stil. Ja, nou, handig. Heel handig dit. Zo flauw ook, jongen. We krijgen weer de Lambo. Er zijn 3 mensen links, dus er is sowieso iemand voor ons om uit te dagen. Oh, 2 mensen. We moeten zo meteen draaien. Ik hoop niet dat. Oh. Shit. Hij doet het niet! Yes, hij doet wel. Oké, we moeten deze kant op. De cirkel geeft het al aan. Daarom wil ik eerst even draaien voordat ik hem zou uitdagen.
altijd zorgen dat je de juiste kant op staat. Als je in ieder geval zelf de keuze hebt. Ik weet niet of dit een probleem gaat zijn. Misschien had ik dit niet moeten doen. Ik had gewoon een weg kunnen volgen waarschijnlijk. Net reed ik ook een beetje verkeerd bij die vorige race. Ik denk misschien dat dit nou sneller is. Het is sowieso sneller. Sneller dan hem. Hoeveel mensen hebben we nou toch nog verslagen? Ik denk dat we nou toch op een 6 zitten of zo. Het is ook een hele snelle match. God, weet die Funko. Een hele snelle match geweest, man. Ik heb echt continu actie, 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 actie. En nou ga ik mezelf naaien. Door deze persoon uit te dagen. Er zijn nog maar 8 mensen over. Ik weet niet wat hij heeft. Ik lig ondersteboven. Ik respawn, oké. Okay. Ik wil hem best uitdagen. Hij heeft die Porsche. Daar ben ik op zich niet bang voor. Al vertrouw ik deze auto's niet. Maar nou rijdt hij snel weg, hè, ratje. Hij wilde me net uitdagen toen ik ondersteboven lag. En nou ineens durft hij niet meer. Wat is die linkerauto? Dat is iets roods. Het kan of een Lancer zijn, of die insane rallyauto. Ik weet niet hoe dat ding ook weer heet. Het lijkt op een Lancer. Yee! Come on, buddy. Come on. Kom hier. Nee, de head-to-heads. Ik wil niet met deze auto de eindrace in, maar ja, we hebben geen keus. We moeten snel de snelweg op. Kan ik daar nog snel heen? Oh mijn god, ik moet helemaal omrijden. Hoe lang hebben we? 18 seconden. Ik denk niet dat we die gaan winnen. Ik sta sowieso niet op de juiste plek. Please, gun mij dat ik... Nee! Oh, verschrikkelijke start. Oh my god. Nee! Rij! Ja, waanzinnig slechte start. Eén en laatste. Zonde, man. Ik stond zo ver achteraan. Ja, die ga ik sowieso niet winnen. Wat op zich niet heel veel uitmaakt. Ik wilde voornamelijk gewoon zoveel mogelijk mensen verslaan. En ik ga sowieso nog die 2 mensen inhalen. Ik ga zo snel. Ik zou dit zelfs nog wel kunnen winnen ook. Want ze lijken aardig traag. Ik weet niet waarom of hoe. Oké. Oké. Wat is dit dan? Wat is dit dan, maat? Ik ga weer door. Waarom ga ik er over de kop? Wat een onzin. Ja, deze auto is echt heel erg lastig om mee te rijden. Zonde, man. Hij is zo snel. Hij rijdt echt voor geen meter. En hier hebben we ook weer die stenen waarvoor we moeten oppassen. Zoals je kan zien. Ik ga waarschijnlijk over de kop. Nope. En nummer 1 rijdt ver vooraan. Nummer 2 zie ik nog steeds wel de mogelijkheid om hem voorbij te komen. Want deze auto is achtelijk snel, maar... Nou, hij is al voorbij. Ik denk dat ik hier voornamelijk genaaid ben door mijn startlocatie. Als ik eerder op die weg kon komen, dan hadden we daar al vooraan kunnen staan. Deze auto is zo snel. Was ik waarschijnlijk alsnog over de kop gevlogen. Maar dan denk ik dat we toch wel een flinke winkans hadden gehad. Die start heeft mij gewoon compleet genaaid. Hoeveel mensen? 6. Kom maar tegen. Ik had 7 kunnen hebben, jongen. Als we iets langer de tijd hadden, had ik die Lancer kunnen uitdagen. Hadden 100% zeker verslagen. Maar dit was sowieso een action-packed match. I liked it. That was nice. $5000 is een beetje shit. Dus ik ga nog een wheelspin openen. Weet je wat we doen? We doen een super wheelspin openen. Die had ik nog eentje liggen bij die messages. 2 stuks, zo te zien. Zit hier nog iets leuks in? Eenmaal abnormaal. $200.000. Bijna die F1 GT. Heb ik die? Ik zou willen zeggen dat ik die niet heb. Waarschijnlijk heb ik die wel, trouwens. Ik kan me herinneren dat ik ooit een thumbnail van heb gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat ik ermee heb gereden. Ik doe er nog één. Ik vind het wel een beetje raar. Het voelde alsof ik veel meer mensen had verslagen. Waarschijnlijk omdat het in zo'n korte tijd was. 175, de Lexus RCF en $5000. Weet je wat, boys? Ik geef de video beëindigen. Als je het leuk vond, laat sowieso een likeje achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.